Leuk dat u weer kijkt naar Uitidee. Het programma op Info Thuis waarin ik wekelijks nieuwe sporten doe in de Uithof. Ik heb al een paar groepslessen meegedaan op schaatsen, maar ik krijg vandaag privéles van Lex. En hij staat op me te wachten, dus ik ga erheen. Hey, hallo. Goeiedag, doe voorzichtig. Ja. Het is glad hier. Wendy. Ik ben Lex. Hallo. Jij gaat mij lesgeven, privéles. Ja. Wat gaan we dan precies doen vandaag? We gaan eerst een rondje rijden. Ja. Lekker rustig. Ga je gewoon proberen wat je allemaal kan. Ja. En daarna gaan we hier een oefeningetje doen. En dan gaan we weer een rondje rijden. Gaan we gewoon kijken wat het wordt. Oké, en werk je altijd zo? Dat werkt altijd zo. Ja? Je geeft oefeningen en dan kijk je weer hoe het op de lange baan gaat. Ja, maar we beginnen altijd met een beetje inrijden. Ja, precies. Ja? Precies. Dat heeft Ezra volgens mij de vorige keer ook al verteld. Mm-hmm. He, dat ze eerst wil zien hoe het gaat. Ja. En ik heb naar jullie opnames gekeken en dat ging heel erg goed. En we gaan gewoon kijken of het nog beter kan. Yes! Ja? Ja, ik ben blij dat ik nu eindelijk niet met een groep meega, maar dat ik eventjes gefocust nu het ding ga leren. Dat vind ik leuk. Goed zo. Dus ik ben benieuwd. We gaan gewoon even een rondje rijden en dan ga ik straks nog meer vertellen. Leuk, leuk, leuk. Ja, nou. Want we komen om te schaatsen en niet om te praten. Nee, precies. We moeten dingen doen. Even kijken. Door je knieën blijven. Altijd een beetje door je knieën. En dan is het knieën bij elkaar en hakken uit elkaar. Oeh. Dan heb je gelijk de eerste oefening gedaan. Nou heeft Ezra je al verteld dat je recht op je schaatsen blijft staan als je je knieën naar voren drukt. Ja. Ja? Dan blokkeer je enkelwricht en dan blijven je schaatsen recht onder je benen. Dan gaan we dat gewoon even doen hier. We gaan glijden, we doen 3 stappen en dan gaan we glijden. Maar ik doe het eerst 1 keertje voor. Ja, dat is goed. 1, 2, 3, zit. Kom maar. En dan met elleboog. 1, 2, 3. Tik aan. En omhoog en tik aan. En omhoog en tik aan. 1, 2, 3. En staan. En door je knieën en omhoog. En door je knieën en omhoog. Want je moet goed voelen dat je achter op je schaatsen staat. Want die schaatsen die zijn een beetje rond van onder. Ja. Yeah. En als je achterop staat, dan glij je het makkelijkst. Je moet een beetje op je hakken. Leunen dan eigenlijk. Ja. Nou, leunen die staat echt op je hakken. Op je hakken. Ja? Je kan het zo niet laten zien. Nee, maar natuurlijk, als ik voorover sta, of achterover. Ja, als je een beetje achterover staat, dan voel je je schaatsen als het ware onder je vandaan vloepen. Ja. Oké, okay. Ja. Gaat ie weer. 1, 2, 3. Staan. Door je knieën en omhoog. En door je knieën en omhoog. En staan. En 1, en 2, en 3. Nu gaan we weer lekker even een rondje schaatsen. Je verder nergens aan te denken, gewoon lekker rijden. Oké. Okay. Ja? Ja. Doen we net als je het al jaren kent. En dan gaan we hier. We gaan in de schaatshouding staan. Ja. Op een hele simpele manier. Je zet je schaatsen lekker dicht bij elkaar. Je knieën niet te ver uit elkaar. Je hand moet er zo tussen kunnen. Ja? En dan ga je rechtop staan. Rechtop staan, dan leg je je handen op je schouders. Je drukt je knieën naar voren. Zakken. Knieën naar voren drukken. Ellebogen naar elkaar. Ellebogen in je buik. Armen laten hangen. Hangen. Leg ze maar op je rug. En dit is de schaatshouding als je nu je buik intrekt en je rug bol maakt. Want door je buik in te trekken, ontspannen je rugspieren en dan kun je makkelijk 200 kilometer schaatsen. Maar echt zo diep als ik nu sta? Je staat helemaal goed in de schaatshouding. Yes, oké. Okay. Ja? Ja. Maar wel goed je knieën naar voren blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Deze hoek is het allerbelangrijkste. En dan blijf je weer recht. 3, zitten, heup naar rechts en staan. Oké. En iedere keer als je omvalt, geef je een klein duwtje. Zo. Nou. Dat was hem. Dat was hem. Ik zou zeggen.
blijf oefenen. Ja. Als je de kans hebt om 2 of 3 keer in de week te gaan schaatsen, hoe meer je op de schaatsen staat, hoe sneller je het leert. Wat zijn dan mijn grootste aandachtspunten? Je grootste aandachtspunt is je knieën naar voren brengen. Ja. Ja? Ja, dus daar moet ik meer op letten. Je knieën. Ja, en volgende week kom ik je over horen. Is goed, 30 seconden in de houding. Ik ga het doen. Hartstikke bedankt voor de les. Graag gedaan. En ik heb veel geleerd vandaag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt. Dit was Uit Idee voor deze keer. Over 2 weken ben ik er weer met een nieuwe sport hier in de Uithof. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Uithof.